Ik denk dat juist de lokale kant heel veel mogelijkheden hebben. Hij is journalist van de weekkrant De Stem van Dordt. Hij legde voor social media vele Dordtse gezichten vast. Hij is een muziekliefhebber. Hij weet heel veel van wielrennen en is een geboren Dordtenaar. Mijn gast van vandaag is Piet de Meer. Piet, ik neem je even mee terug naar 1974. Daar ligt daar voor de kust van Nederland ligt daar een zendschip. De hoogte van Scheveningen, Radio Veronica. En die zendt een legendarisch programma uit. De Veronica Top 40. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. En Piet de Meer wordt daarvoor door bevangen. En in 1974, 31 augustus, moet Radio Veronica haar zender sluiten. En Rob Oud zegt dan van, met het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Ja. Even dat laatste. Met de kennis van nu, had hij gelijk? Ja, natuurlijk heeft hij gelijk gehad. Kijk, Veronica was destijds een uniek iets. Dat weet de oudere mensen weten dat wel. Hè? Dat is 40 jaar geleden, vergis je niet. Maar kijk, die top 40 begin je net over. Dat was natuurlijk al eerder door... begeesterd, zeg maar. Ja? De top 40 is natuurlijk in 1965 begonnen. En bestaat dus komend jaar in januari 50 jaar. Dat is ongekend in de digitale wereld dat zoiets nog bestaat. Is destijds opgericht door Radio Veronica, je zegt het al. Ze hebben van alles en nog wat meegemaakt. En het bestaat nog steeds. En dat Veronica zendschip, dat was natuurlijk ook iets unieks. En dat kan je nu niet meer voorstellen. Want we leven in een digitale wereld. Een scheepje op de Noordzee dat radio-uitzendingen doet, ja. Dat kan je je kinderen niet meer vertellen, want die begrijpen dat niet. Vanaf het cens op de Noordernij. In 1978 heeft de Noordernij hier nog in Dordrecht gelegen. Maar die top 40, waarom was dat zo voor jou belangrijk? Nou ja, ik heb altijd iets met systemen gehad en met zo'n lijstje. Ja, misschien is dat heel veel in deze tijd, want dat heeft mij altijd wel bevangen. En dan kan je zeggen, ja, zijn we 40. Even voor de kijker, iedere week verscheen er een top 40 lijst die je bij de plaathandelaar kon afhalen. Ja, die ga je. Ja, door dat had je 4-5 platenwinkels natuurlijk. Hè. Zilverschoon, V&D verkocht singles, Lindes. Het Lindeshuis verkocht singles, Spiering. Radio Modern was dat ook toen? Radio Modern, die tijd later, was dat later. Later, maar je had dus allemaal platenwinkels en het vreemde, dat kunnen mensen ook niet meer begrijpen in deze tijd. Dan zaten ze in Hilversum, belden ze platenwinkels in Nederland en zo stelden ze het top 40 samen. Door gewoon de verkoopcijfers in die winkels. Dat kan nu niet, nu hebben we allerlei andere methodes en we hebben internet en alles. Maar nog steeds wordt het top 40 samen staan. Natuurlijk niet meer door verkoopcijfers, dan worden er geen platen meer verkocht. Nee. Het gaat nu via digitale, wat wordt er gedraaid op de radio. Dus het is nu meer populariteit wat in de top 40 staat dan Maar je zou kunnen zeggen dat Radio Veronica aan de wieg stond van de hedendaagse muziek. Ja, de mensen die achter Veronica zaten, Rob Oud, hij is helaas overleden, Lex Harding, dat zijn nog steeds mensen. Ja. Die ook in deze tijd nog heel veel invloed hebben. Ze hebben nu geen invloed meer, maar wel op Radio 538 bijvoorbeeld. Is voortgekomen uit hun brein. Omdat Radio het was Veronica, later moesten ze legaal. Ja. Dat werd allemaal niks. Ze hebben ook eigenlijk het RTL, Veronique, is ook eigenlijk door hun ideeën ontstaan. En ook natuurlijk want Radio 538. Want Radio 538, vroeger stond Veronica uit op de 538 meters. 538 op volle kracht. Dus dat weet ik nog heel goed. Ja, eerst 192, later 538. Ja. En dat is Radio 538 later weer geworden. Ja. Jij hebt iets met muziek, want ik heb bij jou thuis heb ik een enorme collectie muziek, singles zien staan. Ja. Vertel dat eens. Nou ja, dat heeft een samenhang gehad. Hè. Ik ben altijd, we hebben het net over die top 40 gehad. In Amerika hebben we die top 100, in Engeland de top 75. En ik heb in 1972 ben ik begonnen singletjes te verzamelen uit die hitparade. Dus top 40 hitparade. En daar ben ik een collectie op rond gaan bouwen. Ja, je hebt ze net gezien, 45.000 singletjes. Dus ik heb het hele, ik zeg wel eens tegen de top 40, want daar hebben ze eigenlijk niks meer in een archief. Dan heb ik wel eens gezegd, ik ben jullie archief, want ik heb alle hitlijsten en ik heb alle singeltjes. Tot nu toe. Kloppen ze wel eens bij jou aan de deur? Ja. Om informatie te krijgen. Even informatie, vroeger wel eens om platen te lenen, maar ja, dat hoeft niet meer. Tegenwoordig zit elke plaat op internet, hè. Je hoeft die niet meer te zoeken. Alleen wat ik heb is natuurlijk originele singeltjes in het origineel hoesje, wat natuurlijk heel bijzonder is. Ja. Snap je? Nou, dan heb ik misschien nog wel een heel mooi interessant singeltje voor jou van de eerste alarmschijf van Veronica. Oh Well Part 1, die heb ik thuis liggen. Misschien is het wel leuk om dat in jouw collectie op te nemen. Die heb ik al.
Oké, goed. Het oude vliegt het mij. Piet, tot zover de zeezender Radio Veronica. Maar ja, jij bent journalist van de Stem van Dordt. Ja. Wanneer is jouw carrière begonnen? Niet bij de Stem van Dordt, want die was er toen nog niet. Nee. Ik ben in 1976, omdat ik de top 40 leuk vond, dacht ik, nou, dat ga ik in Dordrecht doen. Dus dat is gewoon de Dordrecht top 20. Dat ging niet, en zoals we nu deden, dan tikte je allemaal uit. En had ik een foto opgezet van de grote kerk. En dat had ik gemaakt rondom de Dordtse Dom worden de hits geboren. En dan had ik mijn eigen top 20, dan ging ik ook die platenwinkels af, de discotheken. Ja? En daar maakte ik mijn eigen lijstje van. En Philip Elzeman, die kent hem wel. Ja? Van Kuijer de Merwestein. Die vond het leuk, dus dat ga ik in de Merwestein meenemen. En die heeft dat heel lang meegenomen in zijn weekblad. Ja? En ja, dat is eigenlijk geresulteerd in journalistieke functie. Dat hij op een gegeven moment zei, joh, doe eens wat met muziekgroepen, maak eens leuke verhaaltjes. Ja. En zo ben ik journalist geworden. Want jij bent dus niet van origine een journalist. Nee. Jij bent er min of meer in gegroeid. Ja, self-made. Self-made. Ja. Ja, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ja. Autodidact noemen we dat dan. Ja. Dat kon nog in onze tijd. Dat kon toen nog in jullie tijd, ja. Nee, dus ik ben bij de Merwestein begonnen. En later andere kranten in Dordrecht, de Woensdag hebben we nog een keer ontwikkeld. En later de Stem van Dordt, die natuurlijk al meer dan 30 jaar in Dordrecht bestaat. Dus dat is ook een monument in feite. Ja, en Merwestein is te zielen gegaan. Hoe kwam dat destijds, dat die krant te zielen ging? Dat wordt dan overgenomen en dat zie je momenteel ook weer in de krantenwereld. Regelmatig komen er dan weer andere titels voor in de plaats. Ja, want hoe groot is jouw honger naar nieuws, naar lokaal nieuws? Heel groot. Ja, want we liepen zojuist door het energiehuis. Ja, misschien wel aan om even stil te staan. Maar even kijken, dat heel veel Dordtenaren weten dat, die kennen mij natuurlijk. Ik ben altijd bezig met nieuws te vergaren. Vroeger ging dat via de post, ik kreeg briefjes binnen. En de post zit opgeplakt, dat is helemaal verdwenen. Daarna e-mail, maar nu krijg ik ook, ik zit heel uitgebreid op Facebook. Ik krijg nu via Facebook vaak berichten van mensen. Die zeggen, joh, een leuk stukje op de krant. Is dat wat? Dus je nieuwsvoorziening is uitgebreider geworden. Plus, dat is misschien ook wel aardig even te vertellen, het is tegenwoordig 24/7. Je bent niet meer van 9 tot 5 journalist, je bent het continu. Want het is de krant, het is de website, stemvandoort.nl. Het is een magazine waar we straks even ook hebben waarschijnlijk, waar we gaan lanceren. Gaan we het toch wel even hebben, Piet? Facebook, Twitter. Dus het is meer omvangen. Je bent continu bezig om nieuws in de krant te zetten. Ja, dus eigenlijk ben je geen journalist van 10 tot 6, nee. Maar 24/7. Je bent continu bezig. Je moet een constante honger hebben naar nieuws. Ja. En de Dordtenaren weten dat wel. We lopen verder, Piet. Maar misschien even aardig om even iets te stellen, voordat we verder lopen. Kijk, die kranten vernieuwen dus. Kijk, die top 40 is dus van bellen. Naar luistercijfers, verkoopcijfers, helemaal veranderd naar digitaal. De krant is veranderd van, vroeger stuurden mensen via een envelop een stukje in, naar een digitale situatie. Als je nou hier kijkt, dit is Dordrecht. Dordrecht was altijd, ik ben geboren in Dordtenaar, en jij ook volgens mij. Ja, klopt. Dus dat zit in je hart. Dordrecht, dat zie je ook hier in de buurt, was natuurlijk een industriestad, hè? Met Lips, de Victoriafabriek. Hier had je het scheepswerf, hè? De Biesbos. De Biesbos. Ja. Dordrecht was een industriestad, maar de industrie is weg. We hebben geen industrie meer. Zelfs de GED, wat hier zat, dat is Edeco. Hier, zit in Rotterdam. Alles is weg. Maar het knappe van Dordt is nu wel, van dit gemeentebestuur, is dat ze het de laatste jaar hebben omgebouwd naar meer cultuur. De oude panden zijn omgebouwd, niet meer slopen, zoals ze 40 jaar geleden deden. Het postkantoor is gesloopt en allemaal mooie villa's. Wat ze nu doen, is ombouwen naar cultuurhistorische gebouwen en verbinden met de historie. Kijk, hier bijvoorbeeld het energiehuis. Hier komt een parkeergarage, want de bedoeling is dat hier nog een bioscoop komt. Ja, staat er ook op, hè? Parkeergarage, energiehuis. Ja, maar de bioscoop staat er nog niet. Nee, die staat er nog die niet. Die moet ook wel komen. We hebben daar Villa Augustus. Ja, gaan we naartoe lopen, als we het halen. We hebben het Hof natuurlijk, kunstmin hierachter. Dus alles wat oud is, dat wordt nu toch weer meer met zorg mee omgegaan. Ik hoor hier een hele betrokken Dordtenaar. Ja. Toch? Mag toch ook wel? Ja, zeker. Nou ja, de Dordtenaar is bekend, kanker op zijn eigen stad. Hè? Maar dat doen ze altijd, hè? Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. En kanker, dat kanker doen ze nooit uit, dat ze het, ze willen graag verbetering. En ik denk dat veel Dordtenaren nu wel zien dat er wat verbeterd is. Ja, dat doet me een beetje denken aan het interview wat ik ooit heb gehad met Jan Eikelboom. Ja. Die zei ook van, de Dordtenaren die lopen alleen maar te kanker op hun stad. Ik citeer letterlijk, dat is niet een quote van mij. En jij bent nu de tweede die dat zegt. Nou, ze kanker op de stad, maar daar willen ze wel verbetering in hebben. Ze willen dat de stad verbetert. En ik denk het laatste jaar, hè, dat de kanker wat minder is geworden. Want als ze de binnenstad lopen, zien ze die vernieuwing, hè, op de Begijnhof. En
noem maar op. Ja, de voorstaat, daar kan ik dus nog op, hè, want dat moet ook wel verbeteren. Ja. Maar nou, ik denk dat we beter kunnen gaan zeggen mopperen, want mopperen. Dat bordje kan nogal zwaar beladen zijn voor sommige kijkers, Piet. Ja, ja, ja. Dus, nee, maar je ziet wel verbetering en dat zie je vol hier, vind ik. En de binnenstad ook wel. Alleen, dat moet, ja. Even voor de kijker, mocht u tussendoor denken van, hé, daar flipt een man tussen het beeld door, maakt u zich vooral geen zorgen. Dat is Etienne Bussink, de fotograaf die momenteel meeloopt. Dan weet u dat even als kijker. Ik pak even terug op die journalistiek, Piet, want we hebben heel veel met elkaar te bespreken en de tijd is kort. Ja. Ik ga even met jou door. We hebben 74, laten we achter ons. Veronica heeft een zeemansgraf gevonden. Ja. Piet de Meer is in de journalistiek begonnen. En dan is het 1980. Piet is ook een fervent wielrenner. Ja, ja, ja. Houdt van wielrennen, volgt het. Heel uitgebreid archief ook van, ook weer statistieken, gegevens. En dan komt het magische jaar 1980. Joop Zoetemelk wint de gele trui. Ja. Als tweede Nederlander kon hij de Tour de France gaan winnen. En dan wordt er gezegd, Piet de Meer, dankzij Piet de Meer heeft Joop Zoetemelk gewonnen. Ja, dat zijn van die gevleugelde kweten. Ik ben er wel in Frankrijk geweest om aan te moedigen, want dat deed ik niet alleen, dat deden veel Nederlanders. Jij riep, kom op Joop, Parijs is niet meer zo ver als je denkt. Ja, precies. Ja, goed. En toen ging hij er nog even tegenaan. En toen uiteindelijk in Parijs was hij de winnaar, toch? Maar, daar zijn we nog trots op. Het is natuurlijk een prachtig verhaal, maar... Ja, ja, ja. Er zijn veel verhalen, toch? Ja, maar het is natuurlijk wel geweldig. Ja, ja. Later heb jij met Joop Zoetemelk op de foto gestaan. Ik heb hem later nog, ja. En je hebt hem ontmoet. Ja, ja. Heb jij het daar nog over gehad? Nee. Wist hij zich dat nog te herinneren? Nee. Ook niet, hè? Nee. Die mannen maken zoveel mee. Het is vluchtig, en hij is een beetje een gesloten boek, hè, Joop Zoetemelk. Want? Het is niet zo'n, nou ja, hij wilde altijd fietsen. Het was nooit zo praten, hè. Het was altijd een beetje een gesloten boek. Ja, de eeuwige tweede noemden ze hem altijd, ja. Omdat, ja. Achter Eddy Merckx. Eddy Merckx. Ino. Ja, eeuwige tweede. Maar daar komt weer dat moppen van ons. Nee, maar hij heeft wel de Tour de France gewonnen. Hij is wereldkampioen geweest. Hij heeft alle klassiekers gewonnen. De Nederlanders doen het nu weer goed. We hebben al meer dan 25 overwinningen dit jaar. Hè? Vergis je niet. Dus er zit weer potentie in. Maar Joop Zoetemelk of Jan Janssen, dat is moeilijk weer te halen. Krijgen we die tijden? Nou, krijgen we die nog terug, denk je? Lastig, omdat natuurlijk heel die wereld is, heel die wielerwereld is veranderd. Ja. En Joop Zoetemelk, opnieuw, of Heinie Kuipen of Jan de Waals. Dat is lastig, maar je mag nu al blij zijn als we wat leuke overwinningen behalen. Piet, we maken weer een sprongetje. 1980 laten we achter ons. We klimmen heel wat jaren verder nu. Ja. Laten we eens gewoon even back to earth. We gaan naar 2014, het jaar waar we nu in vertoeven. Ja. Dan komt er een andere vraag om de hoek kijken. Ja. Heeft de lokale media een toekomst? Of denk jij van... Op het moment dat ik denk aan die lokale krant in de toekomst, verschijnt er een extra rimpel op mijn voorhoofd. Nee. Nou, kijk de kranten. Kijk, we hebben het net al over gehad. We hebben allemaal met de digitale wereld te maken, ook de krantenwereld. Dat zie je om je heen. Dat wordt allemaal wel minder. Daar hebben landelijke kranten mee te maken. Maar ik denk dat juist de lokale kranten heel veel mogelijkheden hebben. Ik zie het aan de Stem van Dordt hier. Kijk er maar in elke week. Daar staat gewoon leuk nieuws in. Mensen willen de krant hebben. En we vullen dat aan natuurlijk met digitaal, want dat moet je wel tegenwoordig. Je moet... Alleen de krant is niet voldoende, je moet ook digitaal. De mensen willen meteen nieuws zien. Als wij hier op straat staan, willen ze dat straks kunnen zien. En niet tot woensdag hoeven te wachten. En dat doen wij met internet, Facebook, Twitter. Dat zijn de snelste verbindingen met je lezers. Ja, maar die krant, want daar gaat jouw vraag om, die papieren krant is er nog steeds. En daar kijken mensen nog steeds naar uit. Maar bestaat die papieren krant van jou over 20 jaar nog? Nou, 20 jaar is heel lang. Vroeger kon je 10, 20 jaar even uitdenken. Dat is tegenwoordig onmogelijk. Dat kan niet meer. Maar dan kan jij met jouw verslaggeving waarschijnlijk ook niet. Nou, over 20 jaar ben ik hier niet meer, Piet. Kijk eens naar platenwinkels, kijk eens naar reisbureaus, modewinkels. Dat is voor iedereen moeilijk om te overzien wat over 10 of 20 jaar gebeurt. Nee, oké. Okay, maar het karakter is veranderd. Had je vroeger nog... want ik noemde vorige week oneerbiedig de Stem van Dordt het lokale suffertje. Nee, dat is het niet. Maar dat is het niet. Nee, dat is een belediging misschien. Nee, mensen kijken dan uit. En als ze hem niet ontvangen, bellen ze hem op. Maken mensen zich zorgen over de kwaliteit van zeg maar, die journalistiek in zo'n lokale krant? Het aantal pagina's wellicht? Misschien te veel... Ja, hoe noem je dat? Te veel reclame? Nou, ik vind persoonlijk bij de Stem van Dordt dat evenwicht er wel is. Hè. Ja? We hebben ongeveer 20, iets meer dan 20% redactie. Dat is behoorlijk. Natuurlijk staan er advertenties in, maar op zich... heeft dat ook een bepaalde waarde. Hè, als er een supermarkt in staat, die wel tot op de achterpaan hebben staan, willen mensen toch weten wat de aanbiedingen zijn. Nee, want hoe kom jij aan je nieuws dan?
nieuws haal ik overal vandaan. Op straat, als ik over straat loop, zie ik zo 3-4 items elke keer. Dan denk ik, hey, daar moet ik iets aan doen. Of ik krijg via de mail binnen, mensen bellen me op. Even is er. Etienne, ga nou eens. Kijk, dit is nou Etienne Bussink, kijkers. Die gaat dus foto's maken en probeert heel erg slim maar te bukken. Etienne, je mag gewoon nu even volop in beeld. Etienne Bussink, de fotograaf van Dordrecht. Dat is gezegd. En van de stem van Dordt. Oké, maar je nieuwsgaring. Dat krijg jij van alle kanten gewoon toebedeeld. Ja, mensen bellen je op, stuur je mails of. Tegenwoordig heel veel via Facebook, dat ze een berichtje sturen. Ja. Joh, we hebben dit en dat, kom je even langs of kan je daar iets aan doen? Of... Maar nou hebben die kranten het steeds moeilijker. Ja. Want laten we wel eerlijk zijn, de AD die komt met allerlei dvd's in de aanbieding om maar die mensen te trekken. Ja. De Stem van Dordt, hoe gaat die overleven in de toekomst? Door gewoon je kwaliteit te waarborgen. Kijk, op zich ben ik natuurlijk een belangrijk onderdeel van de Stem van Dordt. Jij bent de Stem van Dordt, heb ik het idee. Ik vertegenwoordig het. Dus zolang ik dat doe, weet ik dat mensen dat wel willen lezen en die verhalen wel willen zien. En wat ik ook doe, is heel veel inspelen op nieuwe situaties in samenleving. Als jongeren wat hebben in het energiehuis of pop-up shop, allerlei nieuwe ontwikkelingen die je ziet, probeer ik daar snel op in te halen. Ja, door een leuke foto te plaatsen. Maar Piet, ik probeer het bruggetje te slaan van... Je moet als krant net wat meer gaan doen. Je moet net wat meer brengen. Ja. Wat gaan jullie daaraan doen? Gewoon, nou ja, wij geven geen... kijk, het punt is natuurlijk van Stem van Dordt. Nee, jullie komen met wat nieuws. Nieuw? Oh, dat bedoel je, ja. Ja. Nee, maar goed, wat ik even wil zeggen is... Kijk, mensen kijken wel naar de huisarts uit, want het is gratis. Hè? Dus ze kunnen het gratis ontvangen. Ja? Het nieuwe wat we nu gaan doen, want ik snap wat je bedoelt. Je hebt een krant, je hebt een website, je hebt Facebook, Twitter. Ik ben het wel mee eens, je moet meer gaan bieden. Dus alleen een krant volstaat niet. Je moet nieuwe wegen zoeken in deze tijd. Nou, wat we deze week gaan doen is een magazine. Dit is Dordrecht, dat zit deze week bij de Stem van Dordt. Ook gratis, 24 pagina's, een beetje lifestyle, wonen, leuke dingen... Dus we ook weer wat meer bieden. Daar staan ook advertenties in natuurlijk. Waarom doen jullie dat? Omdat je ook meer moet doen dan alleen een krant het geven of alleen op Facebook. Mensen verwachten, of op internet, mensen verwachten meer van je eigenlijk. En je, ook voor de toekomst. Naast de krant, jij zegt net 20 jaar, dat vind ik heel erg lang. Maar over 5 jaar... Ik chargeer. Over 5 jaar zal de Stem van Dordt nog wel bestaan. Daar ben ik wel van overtuigd. En over 10 jaar wellicht ook nog wel. En daarna, zullen we hier inlopen? Ja? Daarna wordt het moeilijk om te overzien, maar wat wij nu doen, wij zijn onderdeel van de Wegenen Media, die hebben kranten in het oosten en het zuiden ook. En daar wordt gezegd van, in de toekomst moet je nieuwe dingen ontwikkelen. Dus ook magazines, misschien wat maandbladen. Dus er wordt overal gezocht naar nieuwe wegen om de journalistiek toch gaande te houden. Wordt het een soort glossy magazine? Nee, het is Berliner formaat, dus het ziet er best leuk uit. Ik zou zeggen, kijk er woensdag maar naar uit. Dus aanstaande woensdag, voor het eerst... Bij de Stem van Dordt. En met Dordt en Stoom gaan we doen. Met de kerstmarkt. Dus we gaan ook de evenementen laten zien. Maar dus iedere week komt... Voorlopig komt het 3 keer in het jaar. Oké, 3 keer in het jaar. Nou, de Stem van Dordt komt elke week op woensdag. En dan 3 keer per jaar dat magazine voorlopig. Dus nu met de Pasen, met de Dordt en Stoom en dan met de kerstmarkt. Betekent dat voor jou weer extra druk? Of niet? Nou ja, dat denken mensen. Kijk, het is ook weer leuk om daarvoor items te ontdekken. Mensen moeten maar kijken naar het magazine. Er staan hele leuke onderwerpen in. En wat ik dan het leuke vind, is om daar leuke onderwerpen voor te vinden. En bijvoorbeeld, er staat bijvoorbeeld een verhaal over Wielwijk in. Hè, wat jarenlang is afgeschreven, daar wonen nu weer jonge gezinnen. Nou, dat zijn van die onderwerpen die leuk zijn om daar in te brengen. Het evenementenbureau van Dordrecht Marketing heb ik ingezet. Want die ontwikkelen leuke evenementen door. Ik heb een verhaal gemaakt over het Biesbos-centrum. Dus niet met een tochtje meegegaan, met het Biesbos-centrum zelf. Daar komen 100.000-200.000 toeristen per jaar. Dus dat is allemaal weer die magie van Dordt, die verscholen is, maar die wel leuk is om te brengen naar mensen. Piet, laatste onderwerp, want Fokko doet dit. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat we Etienne achter ons laten en dat we naar een afronding van dit programma gaan. Ja. Piet, jij bent begonnen met een boekje niet over Facebook, maar met Facebook-gezichten. Jij fotografeert... Iedere dag fotografeer jij een Dordtenaar. En je hebt inmiddels je eerste boekje uitgegeven, Gezichten van Dordrecht, met daarin 120 gezichten. Ja, klopt. Ja. Waarom ben je daar ooit mee begonnen? Ja, dat is ook weer zoiets. Kijk, Facebook,
daar moet je regelmatig iets opzetten. Hè? Want als je helemaal niks doet op Facebook, dat is niet interessant. Die mensen die je volgen, ik heb er nu zelf rond de 1700, die willen regelmatig iets van je zien. Nou, ik heb het oude Facebook-idee teruggehaald. Hè? Dus, want Facebook is verworden naar allerlei, er zijn miljarden mensen en die doen allemaal van alles en nog wat. Ik heb gewoon het oude Facebook, dus een foto van mensen met met 4-5 onderschriftjes. Dus je ziet, als ik jou over jou schrijf, dan gaat het over tv maken, misschien andere dingen, hobby's. Ja. 4-5 korte dingen. En dat slaat in als een bom. Mensen vinden dat leuk om te lezen over elkaar. Daar hebben we een boekje voor samengesteld. En op mijn eigen Facebookpagina staan nu inmiddels meer dan 300 doordenaar. Ja. Allemaal mensen, dus een tijdsbeeld in deze tijd. Komt daar nog een vervolg op dat boek? Nou, wellicht. We zijn Het is een beetje vaag. Nou ja, het eerste boekje moet eerst nog even goed verkopen. Ja? Zodat het een beetje goed verkocht is, dat de uitgever ook tevreden is. Waar kunnen ze een boekje krijgen van jou? Als mensen belangstelling hebben. Waar kunnen ze dan naartoe gaan? Doortoe surfen? Het ligt nog in de boekhandel. Ze kunnen bij mij terecht of bij de uitgever. www.gezichtendoordrecht.nl. En dan kunnen ze het ook zien. En ze kunnen bij mij terecht. Breng jij het gratis thuis? Ja. Piet, ik vond het een interessant gesprek. Ja, leuk. Ik ook. Leuk. Een keer met elkaar gesproken te hebben. Ja. Bedankt. Tot zover deze aflevering van In Gesprek Met. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering. En dan geen fotojournalist die door het beeld loopt. Tot volgende week.